schaffen. Ja, we waren hier van links gekomen, dat weet ik zeker. Hier sloegen wij plotseling af richting Goes. Yes. Maar we kwamen hier vandaan. Zo was het. Klopt, want we kwamen langs die peren, dat weet ik nog. Die peren op het hek. Op een rek, ja. Nou, wat mooi zeg daar. Ja, het is echt schitterend allemaal. Anders kwamen we dan maar rechtsaf, ja. Maar de vraag is waar precies? Hier. Geen fietser in mijn nek graag. Of zo. En dan reden we niet de zandpaden op. Ja, pas als hier kwamen we af. Ja, precies. Hier zei hij nog mooi weggetje voor een harde klap. Ja, zo is het inderdaad. Schitterend, schitterend, dit is schitterend. Hier vind ik het allemaal geweldig. Door de bocht kijken, oh maar voor de rest fantastisch. En precies, een beetje rustig rijden. Zo'n beetje op tijd, kan het remmen. Niet omdat we zo absurd doen, niets meer om te kappen. Prachtig, zeg die wel goed. Hebben ze nog tal geknopt gezien, hè? Ja. Vorige keer. Ja. En nu allemaal weer uitgelopen. Op eentje na. Ja. Ja. Die had er geen zin in. Ik ben toch anders teruggereden, want ik was hier eigenlijk aan voor. Nee. Oh, ja. Zweden, zo te zien.
Mooi, hè? Het is allemaal goed geregeld, hoor. Zo. Zo. Zo, hè. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat hij gewoon nog erbovenin moet. Anders zou ik het eigenlijk niet weten. Hij ligt misschien hier. Nee, nee. Dat zou kunnen. Nou nee, dat kan niet, want jij hebt natuurlijk de tomtom daaruit gehaald toen. Dus hij moet meegegaan zijn. Nee, dat kan niet. Ik denk dat hij gewoon ergens binnen is. Oh, dat zou kunnen. Dan zit hij in de la onder de stoel of zo. Oh. Nou dan, ha, hoe is het met Emma? Alweer wat beter? Wat ben je aan de maken? Mooi. Nee, je hebt hem uit die tas gehaald, dat weet ik nog.